Hoe iets kan lopen, soms snap je het zelf niet. Of mijn opa wist waarvan hij aan het begin stond, ik denk het niet. De bouw van zijn eigen huis het begin was van een middelgroot bouwbedrijf. Aanvankelijk was hij van plan om boer te worden. Hij moest eens weten, de last op die schouders brachten de vruchten van vandaag. Het bedrijf kon gaan groeien en dat gebeurde. In 1970 werd de timmerwerkplaats en de eerste opslaghal gebouwd. In datzelfde jaar nam mijn vader het bedrijf over. Er volgden hele mooie jaren. In 1984 brak er een brand uit. Het kantoor, de houtopslag en een stuk van de opslaghal zijn toen verwoest. Mijn vader liet het er niet bezitten en bouwde het weer op. Mijn vader had veel verstand van stenen. Hij is die tot op hoge leeftijd blijven inkopen. Toen was het 1992 en was ik aan de beurt. Ondertussen zijn wij een bedrijf met 65 medewerkers. En doorgaans hebben wij 15 bouwen onder handen. Met busjes, eigen materieel en eigen vervoer. Ons doel? Iedereen op de juiste manier inzetten en verbinden. Zoals bijen in een bijenkorf, zo bouwen wij aan een honingraad door middel van verbindend bouwen. Of mijn opa tijdens de bouw van dit huis wist waar hij aan begon, dat weet ik niet. Wij weten wel dat wij hem nog altijd dankbaar zijn. Die last op zijn schouders 100 jaar geleden brengen de vruchten van vandaag.